Veel noordelijke melkveebedrijven besmet met BVD-virus. Groningen campings, ondanks slecht weer, goed bezet. En Ahmed Juma wint halve marathon Lauwersoog. Dames en heren, goedenavond. Het overgrote deel van de melkveebedrijven in het noorden heeft te maken met het BVD-virus. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren. BVD is een virus dat het afweersysteem van de koe aantast en dus dodelijk kan zijn. BVD staat voor bovine virusdiarree en komt alleen bij rundvee voor. Uit onderzoek van de GD, de Gezondheidsdienst voor Dieren, blijkt dat het virus op 80% van de bedrijven voorkomt. Besmetting vindt voornamelijk plaats via direct contact tussen dieren onderling. Het virus zorgt voor een afbreuk van het afweersysteem. Ze zijn eerder vatbaar voor een uierontsteking, voor een nageboorte, voor zwakte. Bestrijding van de ziekte kan door middel van vaccinatie of het afvoeren van de drager van het virus. Gebeurt het niet, dan blijven er koeien ziek worden en kunnen ook nieuwe dragers ontstaan. Als de ziekte zijn intrede doet op een onbeschermd bedrijf, loopt de schade al gauw op tot €500 per koe. Wat altijd handig is, als je niet weet of je er last van hebt, je weet het niet, hè? Het staat niet op de koe geschreven van ik heb last van BVD. Moet je van je jongvee moet je een aantal bloedjes nemen en dan kun je zien van hey, zitten er antistoffen tegen het BVD-virus in mijn koppel. Is dat zo, dan kun je er wat tegen doen en dan kun je er met een half jaar tot een jaar van af zijn. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft 10 jaar geleden een BVD-programma opgezet, gebaseerd op het opsporen en afvoeren van de dragers. Maar nog niet alle veeboeren doen hier aan mee. De Gezondheidsdienst probeert dat te veranderen. Drukte op de drafbaan van het Stadspark in de stad Groningen vandaag. Daar wordt het Dominatorfeest gehouden. Een dansfeest met allerlei soorten housemuziek. Om 11 uur vanmorgen barstte het feest los. De drafbaan is verdeeld in 7 gebieden met elk een eigen housestijl. Volgens de organisatie zijn er zo'n 15.000 bezoekers op het feest afgekomen. Dominator eindigt vanavond om 11 uur. En weer of geen weer, de Groninger campingbazen hebben weinig te klagen over het seizoen tot nu toe. De liefhebbers laten zich niet afschrikken. Af en toe een buitje nemen ze voor lief. Een van de grootste campings, die in het Groninger Stadspark, profiteerde volop van de invasie van hardcore liefhebbers die afkwamen op het Dominator Festival. Voor Camping Stadspark is het een goede zomer. Iets minder dan gemiddeld. Wie gaat voor Groningse rust en ruimte komt bijvoorbeeld in Ter Apel terecht, waar 15 plekken voor caravans en tenten zijn. En ja, bij de buren zijn we populair. Dat zou best kunnen zijn omdat de weerberichten in heel Nederland zo zijn van het is heel slecht weer. En de Friese zitten hier niet zo ver vandaan en die denken misschien, moh, valt best wel mee. We komen via het Nauberpad op prachtige mooie stille plekjes door de bossen die er veel meer zijn dan wij verwacht hadden. En we horen 's morgens de wielenwaal, die roept ons wakker. Nou, wat wil je nog meer? Het heet Dominator Festival, het is een hardcore festival. Dat wordt gehouden op de drafbaan bij ons in het Stadspark. En dat houdt in dat wij het hele weekend helemaal vol zitten met gabbers, denk ik. Absoluut, want dit zijn Franse gabbers en dit zijn Belgen. En Dominator is natuurlijk wel het festival waar je naartoe moet. En natuurlijk zijn er Hollanders uit alle windstreken naar het noorden gekomen. Iedereen zet er van die naar het feest afkomen, dus dat is altijd een gezellige boel. Kampeerders op de grote of op de kleine camping hebben het goed. Het zijn dan ook geen zeurpieten. We zijn gewoon blij met ieder zonnestraaltje en we hebben tot nu toe iedere dag nog gewoon lekker buiten kunnen eten. En nou, dat bevalt goed. En 's avonds een bui, soms op de middag een buitje, maar over het algemeen gaat het prima. Gemeenten zouden vaker slimme camera's moeten gebruiken om de openbare orde te bewaken. Dat zegt minister Terhorst van Binnenlandse Zaken.
De camera's zijn uitgerust met microfoons die agressie en angst signaleren. Als er ruzie uitbreekt, sturen ze een signaal naar de meldkamer. De camera's werden ontwikkeld door een Gronings bedrijf. En de gemeente Groningen was de eerste ter wereld die ze inzette. Andere gemeenten zouden volgens de minister dat voorbeeld moeten volgen. De goedkoopste woningen van Nederland staan in Delfzijl. Dat blijkt uit onderzoek door de woningsite Dimo.nl. De gemiddelde huizenprijs was het afgelopen half jaar ruim 142.000 euro. De duurste gemeente van Nederland is Blaricum met een gemiddelde woonprijs van ruim 720.000 euro. En dan sport, voetbal. FC Groningen heeft vanmiddag de oefenwedstrijd tegen BV Veendam met 2-1 gewonnen. De derby werd gespeeld aan de Lange Leegte in Veendam. Cruz Vicente zette Veendam op een 1-0 voorsprong. Stefan Nijland en Martijn Meerdink scoorden voor FC Groningen. En maandag is in onze sportuitzending een uitgebreid verslag te zien van deze wedstrijd. En dan atletiek. De halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum is gewonnen door Ahmed Juma Jaber. De atleet uit Qatar kwam solo aan in de straten van Ulrum. Ondanks de ideale omstandigheden bleef het vorig jaar gevestigde parcoursrecord in de boeken staan. Traditioneel veel deelnemers bij de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum. Zo'n 600 à 700 mensen hadden zich ingeschreven. Van start om 2 uur zonder de parcoursrecordhouder Jamal Baliga uit Marokko. Hij had problemen met zijn inreisvisum. Maar dat het parcoursrecord aangevallen zou worden was wel zeker. In het begin in de haven van Lauwersoog al een koproep van 9 lopers. Aangevoerd door de lopers uit Qatar. 8 maar liefst waren er afgereisd naar Lauwersoog. En het ging snel in de beginfase. Hier aan de buitenkant in het zwart. De enige Nederlandse deelnemer die nog iets kon doen in de beginfase. Niels Strik. Maar ook hij zou al snel moeten lossen. Dan ongeveer halverwege als we op weg zijn naar Zoutkamp. De 3 koplopers hebben zicht op het parcoursrecord, want we zijn nog geen half uur onderweg. Maar dan zal er nog wel versneld moeten worden in de finale van de wedstrijd over ruim 21 kilometer dus. En dat gaat ook gebeuren, want het is Ahmed Juma Jaber die gaat versnellen. En hij komt als eerste de straten binnen van Ulrum. En dan gaat hij solo naar de overwinning. Trekt tegen het eind nog een sprintje om misschien toch nog dat parcoursrecord te halen. Maar dat lukt hem niet. Hij komt 11 seconden tekort. 1 uur 2 minuten en 25 seconden. En hij heeft alles gegeven. Deze winnaar uit Qatar. Eerder kwam hij uit voor Kenia. En hier zit hij. Is helemaal kapot van de wedstrijd. En de beste Nederlander zoals verwacht, Niels Strik. Uit Baarden. De eerste 2 kilometer ging al pittig. En dan probeer je er even